allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik ben vandaag nog een dagje vrij. Morgen moet ik wel naar stage. Dus ja, morgen zal ik denk ik niet vloggen. Maar ik denk dat het vandaag gewoon een kort klein dagvlogje wordt. Die ik ook deze avond nog ga editen. Maar in ieder geval, welkom bij deze nieuwe vlog allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik weet niet wat ik vandaag ga doen eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb niet heel veel plannen voor vandaag, laat ik het zo zeggen. Het is wat makkelijker te bewoorden. Wat ik nu even ga doen, ik ga mijn tas eventjes helemaal leeg halen en eventjes opnieuw inrichten. Want het is echt een mes in die tas, niet normaal. Ondertussen ben ik een YouTube video aan het kijken van Julia. En ik ga zo lekker even naar beneden. We hadden als het goed is nog pannenkoekjes over. Dus ik denk dat ik die lekker als ontbijt ga eten met wat fruit of zo. Ik wil vandaag ook nog heel even naar de Kruidvat toe. Want ik heb gisteravond mijn make-up spullen uitgezocht. En er zaten dingen bij dat gewoon echt zo'n klein beetje nog in zat. Of het was gewoon echt op. Dus ik heb een aantal nieuwe dingetjes nodig. Dus die ga ik eventjes halen vandaag. En verder weet ik eigenlijk niet wat de planning is voor vandaag. I don't know. Misschien wat stagewerk afmaken. Dat is ook nog een goed idee. Maar verder niet zo heel veel drukke plannen om het zo te zeggen. Dus het wordt een rustig, maar ook wel misschien een leuk dagje. Goed, even onderweg naar de winkels. Ik heb net lekker ontbeten. Lekker wat fris op. En nu onderweg naar de winkels. Het is heel erg warm al. Ik dacht, ik laat me eventjes een shirtje met halve mouwen aandoen. Maar het is best heel erg benauwd nu al. Gelukkig is het gewoon heel erg dun blouseje wat ik aan heb. Dus dat is op zich wel te doen nog. Het waait een beetje, dat vind ik ook wel lekker. Maar eventjes naar de Kruidvat halen wat ik nodig heb en dan weer onderweg naar huis. En verder werk ik aan mijn stageopdracht, hopen dat ik die vandaag helemaal kan finishen. En dan morgen hopelijk laten checken. En dan kijk hoe het afloopt. Goed. Ondertussen terug aan het lopen. Ik ben even gauw langs de winkel geweest en daarna even door geweest naar een afspraak die ik had gestart vandaag. Maar dan hoor je later wel weer. We zijn inmiddels een behoorlijke tijd verder, een halve dag denk ik wel. Het is volgens mij bijna 1:30 of zo. Ik heb nog niet eens geluncht. Ik ga het zo even lunchen. Even mijn ding doen thuis. I don't know verder. Goed, ik heb gisteren bij de Action dit super handige dingetje gekocht. Dit is dus een soort houdertje waar je dus al je make-up spullen in kan zetten. Maar aangezien ik natuurlijk nieuwe spullen heb en dit allemaal gewoon oud is, ga ik het er allemaal even uithalen. Tenminste, de dingen die ik niet gebruik dan. Kijk, die eruit. Die eruit. Die eruit. Die eruit. Het is zo warm. Even kijken. Want ik heb alles zo in mijn tas gegooid. Ik ga jullie gelijk laten zien wat ik heb gehaald. En dan ga ik het ook gelijk even opdoen. Heb ik alles? Ja. Goed. Ik heb gehaald. Dan moet ik het wel een beetje op een normale en goede volgorde doen. Tandenborstel zet ik hier achter neer. Dat even neerzetten. Die erin. Goed, ik heb gehaald. Mascara. Maar die ga ik zo pas opdoen. Ik heb een hele... Ik had een mascara die was echt... ik heb deze.
Maar die is, hij is zo oud en die werd klonterig. En ik denk, ja, dat gaat hem dus ook niet meer worden. Ik heb deze gehaald. En dit is een oogschaduw. Een heel mooi zacht kleurtje. Jammer dat het zo slecht focust. Maar die heb ik dus gehaald. Daar heb ik ook gelijk een nieuwe brush bij gehaald, want die had ik dus niet meer. En ik heb serieus echt in de koopjeshoeken zitten winkelen van de Kruidvat. Dus ik ben best wel blij. De mascara is trouwens van Essence. De oogschaduw is van Essence. Het borsteltje is van Essence. Ik heb hier een contouring. Ik kan het nooit uitspreken. Een color contouring liquid concealer. Die. Die doe ik ook gelijk even op. Het ziet er ook echt lekker charmant uit. Ik zweet me ook gewoon echt helemaal kapot. En ik heb trouwens gisteren nog een primer gehaald. Dus ik denk, waarom is die groen? Weet ik ook niet. Maar hij werkt wel goed, want ik heb hem gisteren al gebruikt. Dus. Ik doe trouwens alle contouring en zo. En concealer. Oogschaduw deed ik ook. Soms met mijn vingers. Als je trouwens merkt dat ik een klein beetje raar praat, ik word heel erg benauwd. Heel erg warm. Even. Zo warm. Ik snap trouwens niet waarom ik om een uur of twee nog make-up op ga doen eigenlijk. Is eigenlijk een contour en concealer brush, maar ik gebruik hem lekker voor mijn oogschaduw. Vind hem wel heel mooi. Mooie glitterige oogjes. Die heb ik gehad. Dat is mooi. Waar gaan we die neerzetten? Oh, het is zo proppen allemaal ook, joh. Echt. Alles wat ik nu trouwens ook laat zien valt eigenlijk onder mijn daily make-up routine. Wenkbrauwpotlood had ik nog, dus die hoefde ik niet nieuw te halen. Deze is trouwens ook overigens van Essence. Ik gebruik heel veel Essence omdat het is gewoon lekker goedkoop en het is ook echt niet slecht of zo. Ik teken mijn wenkbrauw de laatste tijd steeds lichter in. Ik vind het hele donkere, dikke helemaal niet meer zo mooi. Goed, ook gehad. Even wat mascara op. Normaal doe ik natuurlijk dan ook nog wat concealer op. Maar ja, dat hoeft nu nog eventjes niet. Even kijken hoor. Ook heb ik hier trouwens, want ik had hem er net in mijn handen. Oh nee, dat is dezelfde. Ik had hem net in mijn handen en toen kwam ik erachter van, ik dacht nee, ik heb er nog eentje. Dus ik hoef er op zich geen nieuwe bij te halen. Dus dat heb ik ook maar even niet gedaan. Mascara opdoen. Ik denk dat het trouwens best wel een hele saaie, rustige vlog wordt, maar. Ik denk dat zoiets aan onze invoeging best wel erg leuk kan zijn.
I'm done. Gewoon heel snel, makkelijke make-up look. Lekker snel klaar. Doe ik nog natuurlijk wat op mijn lippen. Deze heb ik net wel gehaald. Dit zijn lip liners, maar deze kan je uitdraaien. Dus dat lijkt me super. Oh, ik breek het puntje al af. Ga goed. Dat is toch helemaal niet voor mij bestemd dit, jongens, echt. Ik sloop dit soort dingen alleen maar. En dan kan je hem natuurlijk zo laten, of je doet hem een beetje, een beetje dikker maken met, ik ga deze even hier neerzetten hoor, want deze raak ik geheid kwijt. En dan kan je hem natuurlijk ook een beetje dikker en glimmender maken met wat lipgloss. Maar dat ga ik nu niet doen. Dus het is eigenlijk op zich wel mijn daily make-up routine. Het is wat concealer opdoen, wenkbrauwen, een beetje oogschaduw, mascara, wat op mijn lippen. En als ik wat pukkeltjes of iets heb, werk ik die ook vaak weg met dat concealer en that's it. Eigenlijk niet heel veel, heel moeilijk, maar wel netjes. Goed, het was vandaag een prachtige warme dag. Het is inmiddels avond. Het is 5:30. En het weer is goed opgeslagen. Het begint een beetje te miezelen langzamerhand. En het wordt aan de andere kant heel erg zwart. Kijk maar even mee. Eens buiten kijken. Het weer slaat gewoon echt op. Het waait heel erg hard. De lucht is hartstikke donker. Het was gewoon een mooie blauwe lucht vandaag. Dit was het ongeveer. Ik zie zelfs gewoon flitsen. Het wordt gewoon hartstikke donker. De temperatuur is serieus gewoon lekker. Het waait gewoon koele frisse lucht. Wow. Het gaat straks echt helemaal los hier. Gaan we naar binnen. Goed, ik heb genoten van avondeten. Ik heb genoten van mijn avondeten. We hebben lekker ei gebakken. Tenminste een eitje op brood gegeten. En dan heb ik lekker een kommetje yoghurt met peer gegeten. En nu is het tijd om mijn spullen bij elkaar te pakken voor morgen. Ik heb mijn brood al klaargemaakt. Drink staat ook in de koelkast. Dus ik moet mijn tas nog gaan inpakken. En dan ben ik klaar. Dan ga ik lekker slapen. Het is nog wel vroeg. Het is 6:30. Dus moet eerder dat ik daarmee klaar ben. Voor YouTube video's kijken en zo. En daarna ga ik lekker slapen. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Deze video, een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En je wil meer van me zien. Het is compleet gratis. En dan zie ik jullie gewoon heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!